Hoe kan één persoon zo irritant zijn? Hoe is het mogelijk? Iedereen haat Quinn gewoon. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het alweer tijd voor aflevering 4 van Good Luck Guys. In de vorige aflevering vielen Faisal en Timon af. En we hebben dus officieel een nieuw team met Ziggy en Quinn. Er is trouwens elke vrijdag een nieuwe aflevering op Amazon Prime Video. Mocht je dat zelf willen checken. Maar vandaag gaan wij samen aflevering 4 checken. Dus hoor je in en let's go. Weer een nieuwe dag. Fucking tired. En de verhuizing van Morena naar een eigen hutje helpt hier niet aan mee. Ik ben blij dat Morena bij de buren slaapt. Maar ja, ik denk dat het niet goed is voor de teamspirit. Want we zijn nu nog meer van elkaar verwijderd. Ik weet niet hoeveel teamspirit zij überhaupt nog hadden. Morena maakt ruzie met iedereen. Rico staat er gewoon bij. Kan niks doen. Ja. Haar motivatie of ja, gedrag heeft natuurlijk ook invloed op mij. Ik heb niet echt met haar gepraat, man. Ik weet niet, voor mij daar een beetje. Ja, hè? Het is een rare vibe, oké? Ja, precies dat, zeg maar. Ja, het is ook een rare chick. Dus ja, niet heel gek dat ze een rare vibe heeft. Tantoe raar. Hoe voel je je? Ik voel me echt fucked up. Ik kan niet douchen. Ik voel me echt gewoon helemaal. Ik zit er helemaal doorheen. Ja, dat komt misschien ook omdat jij de douche hebt gemold. Hey. Ik mis gewoon het doen van het leven, maar dan in Nederland, snap je? Gewoon lekker bezig zijn. Ja. Gewoon normaal leven. Ja. Ja, precies. Je moet ook maar net wat je gewend bent. Ja. Maar als je niet gewend bent, is het echt nog harder. Nee, snap je. Het is echt lastig hoor voor mij. En ik vind het ook zo sneu voor Rico. Ik vind het ook sneu voor Rico. Maar vandaag gaat het gelijk spannend worden, want het is nu al tijd voor de immuniteitsgame. En wat is de challenge voor vandaag? Iedereen heeft dus een bak met modder waarin 6 sleutels zitten. 3 van die sleutels passen in sloten die ze open moeten maken. En daarin vinden ze een katapult met munitie. Waarmee ze vervolgens op targets van de tegenstanders mogen schieten. En de teams mogen dus 1 voor 1 schieten op volgorde van degene die als eerste de sloot hebben opengemaakt. En wat heeft dat voor nut? Dat gaat die andere guy nu uitleggen. Het team waarvan als eerst alle 3 de targets geraakt zijn, verliest. En zal morgen plaats moeten nemen in het exit-duel. Hey, dat is hard. Dat is ook hard. Je kan dus letterlijk een specifiek team gaan targeten. Waarschijnlijk gaan dat Ziggy en Quinn worden. Maar ja, iedereen haat hen ook, dus die moeten sowieso proberen te winnen. Anders zijn ze zeg maar sowieso de lul. Hoe dan ook. Het team dat op het eind nog de meeste targets heel heeft, dat team wint en heeft daarmee immuniteit. Ik ben zo benieuwd wie deze gaat winnen. Want eigenlijk zijn er vooral 2 teams die immuniteit echt nodig hebben. Rico en Morena en Ziggy en Quinn. Maar goed, we gaan beginnen. Echt smerig, man. Hebben ze. Ga erin. Wacht. Afspoelen. Ja, ja. Nou ja, ik heb geleerd van de vorige games dat het draait niet per se om snelheid en kracht. Het draait echt om teamwork en je moet kalm blijven. Ja, volgens mij draait het om teamwork, maar het draait ook om snelheid. Kracht inderdaad wat minder belangrijk, maar ik denk wel dat je snelheid nodig hebt. Het leek heel simpel, maar het was echt heel, heel zwaar. Dus de modder, het had ook in het midden van de modder kunnen zitten. Het had niet op de grond hoeven liggen, snap je? Ja, het was echt ramp en slijkend, langzaam met voelen en knijpen en zwaar, hoor. Volgens mij kan Harry dus echt letterlijk helemaal niks. Ook de ene keer toen hij rondjes moest gaan rennen om zo'n paal. Iedereen was al klaar, behalve hij. Dus het verbaast me ook niet heel veel meer dat hij het moeilijk vindt. Nou, Mons heeft dus het eerste slot geopend. Voorsprong! Hier. Oh, die andere. We hebben nog 1 nodig. Ik heb hem, de andere. Geef hem. Kom, let's go. Hey! Team Oranje heeft alle 3 de sloten geopend. Hey, wow, dat hebben ze echt snel gedaan. Denk ik. Ja. Oké, de rest komt erbij. Kom op. Ja. Ook Team Rood heeft beide kisten geopend. En ook Team Blauw staat op de plateaus. Nou, en op een gegeven moment had Esme alle sleutels bij elkaar gezocht. En ik ook. En geen 1 sleutel. Ja, ik zweer het. Geen 1 sleutel werkt. Hoe dan? Iedereen staat op zijn platform, dus nu is het tijd om de targets te schieten. Team Oranje, jullie mogen me aftrappen. Morena, ik wil deze doen voor jou. Maar Rico is mijn maatje, man. Dus het wordt echt geel-paars, man. Geel-paars! Dat is volgens mij inderdaad ook nog echt moeilijk, ja. Maar dat is eigenlijk wel een beetje kut van deze challenge. Want inderdaad, als je tegen iemand gaat die de rest mag, dan begin jij een target te worden. Dus eigenlijk moet je op Ziggy en Quinn schieten, want anders gaat de rest op jou schieten. Bruh. Rood. Oh, toch niet? Kut. Oh. Team Rood. Oké, daar had je ook niet zoveel aan. Waarom zou je eigenlijk van tevoren zeggen op wie je schiet? Want in het geval dat je inderdaad mist, dan weet nog steeds niemand waar je op probeert te richten, toch? Nou jongens, het is erg spannend, maar ik ga toch voor mix. Geel paars. Dat vond ik echt raar. Dat vond ik ook jammer. Omdat ik toch nog wel een beetje een band met hun voelde. Nou ja, het is gewoon of die mix of Team Rood wat eruit gaat. Dus ja, het is wel logisch dat Team Rood jullie eruit wilt. Jullie zijn de enige concurrentie voor hun. Ja. Raak!
Rico raakt het eerste target van Team Mix. Wel gaar dat die target niet kapot gaat of wat dan ook. Je ziet gewoon zo'n klein steentje erop komen. Rico raakt het eerste target van Team Mix. Dat betekent dat Team Mix nog 2 targets over heeft. Hoort hij nou wel of niet kapot te gaan? Of was dit improvisatie? Zag er echt wack uit. Komt hij daarna nog even met zo'n hamer? Dik. Want volgens mij horen ze dus gewoon kapot te gaan. Morena, op wie ga je schieten? Op Monza. Team Oranje. Oh, je moet zeggen op wie je schiet. Ah. Aha. Oeh. Oh, Morena schoot bijna raak. Bijna raak is hetzelfde als mis. Harry? Yes. Op wie ga je schieten? Mix. Oeh. Oh, wauw. Bijna raak. Hij zegt gewoon elke keer bijna raak in plaats van mis. Jotty, op wie ga je schieten? Mix. Iedereen besloot om op ons te gaan. Oh shit, man. Wie had dat verwacht? Wow. Ja. Ja, in die oekoe, in die oekoe. Kijk maar, die oekoe is eruit. Lijkt me trouwens wel echt kut, man. Als iedereen tegen je is, dat is ook niet leuk. Dus nu hoop ik eigenlijk dat ze een gekke comeback maken. Dat betekent dat Team Mix nog 1 target over heeft. Er is ook letterlijk nog niks kapot van een ander team. Vind een beetje een slecht bedachte challenge. Dat betekent dat Team Mix nog 1 target over heeft. Op wie ga je schieten? Rood. Oorlog. Ik had de katapult had ik vast, het steentje zo tussen mijn hoofd geklemd. Heel rustig naar achter spannen. Hij raakte mijn ogen dicht. Hij raakte, denk ik. Richten. En tijdens het uitademen schieten. Dwars door dat bordje heen. Ik denk dat het zo hoorde, inderdaad. Ze hoorden allemaal door het bord heen te schieten, maar ging lastiger dan gedacht. Ging niet improviseren met die hamer. Dit ziet er wel harder uit. Het is een dikke fuck you. Vin raakt de target van Team Rood. Ja, dikke fuck you. En dat krijg je als je op ons stemt, want ik dacht echt dat we een team waren. Ziggy, op wie schiet jij? Team Rood. Ook op Team Rood. Oh, ja. Dat was mis. Hij keek echt naar het ding van, oh wow, ben je kapot of zo? Als zij deze raak schiet, betekent dat Team Mix plaats zou moeten nemen in het exit-duel. Raak! Oh. Gekke tactiek. Ze schoot hem zo of zo. Maar het werkte wel. De overige 4 teams, jullie strijden verder voor immuniteit. Uiteindelijk gaat dit nog wel even door, want ze kunnen allemaal gewoon niet schieten. Maar degene die dus wint en immuniteit krijgt is... Team Oranje. Jullie hebben verloren. Ja. Je ziet het, als er targets moeten worden gekozen, staan we bovenaan het lijstje. Ja, maar dat wisten we toch al. Het is gewoon 1 groep, die kennen elkaar al jaren. Ik vind dat nep, sorry. We kennen elkaar helemaal niet jaren. Ik ken niemand. Nee, ik ken hem pas sinds hier. Ja, dat bedoel, ik bedoel jullie twee. Ik ken nou, maar Harry stemt op ons, dus... Ja, echt. Harry schoot op ons, dus dat is toch geen vriendjespolitiek? Dan heb ik niks gezegd. Maar het is wel gewoon afgesproken, toch? En dat vind ik jammer. Maar dat is toch een spel? Ja. Ik vind het jammer, maar ik weet je, het is prima. Ik ga gewoon een exit duel in. Ik ga gewoon degene verslaan waar we tegen moeten. Prima. Je voelt echt de haat tussen deze twee. Ik hoop dat dit de laatste keer is, want we hebben ze al een keer weggestuurd. Nou, toen hebben ze mijn lieve vuisteltje weggespeeld. Yup, veel haat. En dan is het weer tijd voor een minigame waarin ze luxe kunnen verdienen. En degene die dat winnen zijn Ziggy en Quinn, de meest geliefde in de groep. En die besluiten er eten van te halen en het deel te delen met de groep. Ziggy en Quinn komt dus aanlopen met dat brood, maar wel de helft. De helft is voor de groep en de helft is voor ons. Hey, lekker Ziggy. Nou ja, sorry, maar dat schoot bij ons echt in het verkeerde keelgat. Hoezo dat? Ze gunnen je letterlijk gratis eten. Huh? Dit vind ik een beetje raar. Ik zou haar dus echt helemaal niks gunnen dan, hè. Ik ben in shock dat zij de helft van dat brood voor zichzelf houden. Wauw. Ja. Heb je echt gelijk in? Want wij kopen ook alles voor de groep. Ja, ook voor hun. Oké, als zij dat ook eerder hebben gedeeld, helemaal, dan snap ik het wel wat meer. Verander de situatie een beetje. Maar goed, dat heb ik even gemist. Dat is ook wel een reden weer dat ze eruit moeten. Ja, dat gedrag. Klopt. Hoppatee, klaar met dat gezeik. We hebben nog het halve brood voor onszelf gehouden. Maar waarom eigenlijk voor jullie zelf? Nou, gewoon dat we energie willen. Het is onze tweede exitproef, hè? Nou oké, eigenlijk, ik vind gewoon dat Ziggy en Quinn in hun recht staan. De hele groep is tegen hun, ze worden er constant uitgestemd. Ja, dan ga je natuurlijk toch een beetje wat meer voor jezelf kiezen. Is toch normaal? En eigenlijk hebben ze gewoon niks te klagen, maar je bent gewoon niet verplicht om te delen. Ik zou ze echt gewoon niks hebben gegeven. Gewoon lekker honger laten lijden. Hun kopen ook pasta voor de groep. Moeten wij dan jullie vanavond ook minder geven dan de rest? Nee. Snap wat ik bedoel? Ja, lief, het gaat maar en Aiki noodles. Wij kopen alles voor de groep, hè? Ja, heb ik ook gedaan. Wij hebben ook dingen voor jullie gekocht. Volgens mij heb je net gezegd dat het oké was dat ik het voor mezelf had. Als het oké is, dan neem ik het voor mezelf. Als jij nee had gezegd, dan had ik jullie alles gegeven. Alles. Nou, wij kunnen niet vanzelf bepalen wat wij met onze dingen doen. Ja, dan zal ik ook even over dat brood nadenken.
Maar ik denk dat hij ook denkt van, we stemmen hem de hele tijd eruit. Ja, en dan lieve schat. Wow, wow. Wat doet zij opeens hard? Echt uit het niets gewoon. Kijk, Monster probeert het nog te bekijken vanuit zijn perspectief. Maar die Jottie begint opeens super bitchy te doen. Kijk ook hoe ze erbij zit. Wow. Maar als er zo'n probleem van gaat komen, vind ik het prima. Dan mag maar jullie dat is gewoon mindset, lieve schat. Ik vind dat geen probleem. Als jullie nu als van mening hebben dat... Ik hoef dat nu niet meer. Ik hoef dat brood ook niet meer. Nee, ik ook niet. Nee, oké, dat is prima. Wat irritant. Dat, man. Wauw. Eigenlijk heeft Jottie de hele serie lang niks gedaan. Was gewoon een beetje een achtergrondkarakter. Voor het eerst komt ze in actie en het is gelijk kut. Wauw. Ja, dan verdelen we het onder ons zes. Snap je als je zo doet? Ik hou daar niet van. Hé, dit zijn echt een beetje de mean girls van het eiland geworden. Nou, dan doen we die brood gewoon bij het avondeten, jongens. Ik hoef geen brood meer. Echte kleine baby's dit, man. Nou, ik mef hier over een paar dagen. Echt, die mef ik zo hard in zijn gezicht. Echt een hele, hele nare sfeer. En dan is het weer tijd voor de stemronde. Wie moet het dit keer opnemen tegen Ziggy en Quinn? Maar er is weer één plot twist. Vorige keer waren alle stemmen anoniem. Dit keer moet je gelijk aan de hele groep vertellen op wie je stemt. Dat gaat interessant zijn. Want ja, normaal gesproken zou de hele groep op Ziggy en Quinn stemmen. Die zijn er nu niet. Dus ja, dan wordt het toch wat spannender. Maar ik denk eigenlijk gewoon dat het Rico en Morena worden. Ik ga op team rood. Sorry, Moreentje. Ja. Maar ik hoop wel dat jullie vandaag het duel gaan winnen. Oh, dat vind ik lief. Ja. Ja, ik stem op jullie, maar ik hoop wel dat jullie winnen. Nou, ik ga ook op team rood helaas. Er konden zijn dingen voorgevallen waardoor ik jou iets minder vertrouw dan andere meiden. Ja. Maar ik hoop ook echt oprecht dat jullie terugkomen. Oké. Dit vind ik echt een beetje schijnheilig en dubbel op. Yo, ik stem op jullie, maar ik hoop dat jullie winnen. Maar volgens mij komt dat dus gewoon omdat ze Ziggy en Quinn nog erger haten. Nou, uiteindelijk gaat het nog wel even door. En grote plot twist. Zowat iedereen stemt op Rico en Morena. Wacht, ik besef nu eigenlijk pas. Letterlijk iedereen heeft op hun gestemd, behalve zijzelf. Wauw. Ik ga gewoon het spul inpakken. Ik ga eerst eten. Ja, dat wel. We hebben nog noedels. Wat wij hebben gedaan is eten gekocht voor het duel. En besluiten om dat ook te delen met Morena en Rico. Oké, interessante keuze. Ga eten koken en het ook delen met Rico en Morena. Omdat zij ook een challenge gaan doen. En ja, ik denk natuurlijk dat de Mean Girls dat wel leuk gaan vinden. Misschien hebben ze wel meer eten. Daar verstopt ik gewoon. Ja, alles gaan opeten. Dat ik denk ook wie ze touwt. Je moet er gewoon uit, jongens. Ze besluiten hun eten alsnog gewoon te delen met iedereen. En nog steeds doe je kut. Ja, ik vind het dus echt lekker dat ze niks krijgen. Misschien een beetje zielig voor Monster. Maar ja, die hoort wel een beetje bij hun groep. Terwijl ze zelf niet echt wat doet. Maar je gaat sowieso weer die Sion komen. Ja, we komen terug in het kamp. Ze gaan koken voor ons in neus. En nou zeg ik eerlijk. Ik met honger... Geen goede combinatie. Oké, dat is misschien niet de handigste move. Recht voor hun neus koken. Of juist misschien wel een goede move als je hem wilt irriteren. Het is gewoon, hoe kan één persoon zo irritant zijn? Hoe is het mogelijk? Ik ben echt zo chagrijnig als maar kan. Ik ga daar niet goed op honger. Ze zullen voor mijn neus gaan koken. Dat kan ik niet hebben. Kan ik echt niet hebben. Iedereen haat Quinn gewoon. En kijk, weet je wat het is? Hij zal vast aardig zijn en zo. Maar hij heeft wel een beetje van die irritante trekjes of zo. Ik denk dat dat toch gewoon weer is. Kijk, we zijn allemaal mensen. En ik vind gewoon, we hebben al vanaf dag 1 dat we hier zijn, alles gedeeld met de groep. Ik heb hier het water, jongens. Ja, en ik vind gewoon, hoe kun je dan in je hart gewoon accepteren dat je gewoon weet, jij zit daar lekker te eten en andere mensen hebben dat niet. Ik zou dat nooit kunnen. Oké, kijk, als ze echt alles tot nu toe hadden gedeeld, dan snap ik het wel een beetje. Maar nog steeds, jullie doen kut tegen hun. Maar ja, goed, dames en heren, dat was eigenlijk wel weer voor deze video. De challenge gaan we volgende keer pas zien. Dus yo, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.